be happy. Ja, de baseball dus. De baseballs met Don't Worry, Be Happy. Speciaal voor het zusje van Rick. Ja, die er eigenlijk niet durft te zijn. Nee, en dan zei je eigenlijk net heel terecht van... Misschien dat ze volgende week wel durft. Ja, als ze heeft ontdekt dat ik ook niet opgegeten word de komende 2 uur... dan durft ze misschien wel te komen. Ik geef natuurlijk geen garanties, hè. Dat snap je ook. Maar ik vind het vooral heel schattig dat ze zo fan van jou is. Ja, ik ben ook wel een fan van jou. Maar ik durf je wel om mijn ogen te zien. Ja, nee, dat is waar. Mandy, als je luistert, en ik heb gehoord dat je luistert... je mag gewoon komen, hoor, volgende week. Vind ik heel gezellig. En je zit echt meters bij me vandaan. Ja, ja. Dus op zich is dat... is dat helemaal geen probleem. Misschien is het tijd om even met een andere fan te bellen. We hebben namelijk Miguel aan de lijn. Miguel. Hi, hallo. Hallo. We gaan even met jou bellen over je vakantie. Want je zit in Zwitserland, hè? Ja, precies. Nog steeds, ja. En hoe gaat het daar? Ik ben er nu een paar uurtjes. Ik heb vooral eerst even geslapen, want ik was echt kapot. Ik heb vannacht niet geslapen door de hitte, dus ik dacht, dat ga ik dadelijk even inhalen. Maar nu sta ik op het balkon en kijk ik eigenlijk uit over de bergen. Maar ja, goed, dat is op een normale zaterdagavond ook het geval. Maar nu in Zwitserland. Oké. Ja. Nou, maar dat is hartstikke mooi, hoor. Hartstikke relaxed. Oké, dat klinkt goed. Wat ga je doen deze twee of drie weken? Ja, dat weet ik dus ook nog niet helemaal. Waarschijnlijk. Ja, ik weet het nog niet. Het wordt een soort verrassing, eigenlijk. Maar ben jij een wandelaar? Of een roodoltype? Nou ja, op zijn tijd is dat wel leuk, toch? Maar het hoeft voor mij niet iedere dag een hele marathon te worden, nee. Oké, duidelijk. Ja, een beetje relaxed vakantie dus. Ja, precies. Okay. En jij bent vaker naar Zwitserland op vakantie geweest, heb je me verteld, hè? Ja, klopt. Weet je dan ook het nodige van Zwitserland af? Het nodige van Zwitserland af? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk het niet eigenlijk. Nou, weet je wat? Dan gaan we dat heel even testen. Ja, wacht even hoor. Komt-ie. Swish, swish, swish. Another one in the basket. Swish, swish. Ja. Ja, dat is het enige nummer wat ik over Zwitserland... het gaat niet over Zwitserland, maar... Swish, Zwitserland, whatever. Ik snap hem. Miguel. Ik heb een aantal feitjes over Zwitserland. Met de vraag of ze waar of niet waar zijn. Dus zo moeilijk is het niet. Oké, ben benieuwd. Ja, ben je klaar voor? Ja. Oké, feitje 1. Zwitserland heeft meer dan 200 bergen die hoger dan 3 kilometer zijn. Nee, dat is denk ik niet waar. Nou, dat is wel waar. Het zijn er 208. Goed, we gaan snel door. Ja. Zwitserland is het enige land ter wereld met een vierkante vlag. Nee. Nee? Waar. Nee. Klopt, want het zijn twee landen, namelijk Vaticaanstad ook. Met een vierkante vlag? Ja. Wat? Hoe bedoel je vierkante vlag? En de meeste vlaggen die zijn rechthoekig. Maar, iets breder dan dat ze hoog zijn. Ja. Maar Zwitserland en Vaticaanstad hebben een vierkante vlag. Nou, ik echt nooit geweten. Nee, ik ook niet nooit geweten. Ik zag het op Google staan. Goed, snel naar nummertje 3. In Zwitserland bevindt zich de langste tunnel ter wereld. Nee, dat denk ik niet. Jezus, wat ben je slecht op de hoogte. Maar dat is wel waar. De Gotthardtunnel, die is 57 kilometer lang en daarmee de langste ter wereld. Hoeveel? Ja, 57 kilometer. Ik ben er wel een paar keer doorheen gereden, maar de langste tunnel... Nee, die had ik nog niet gespot daar. Maar goed, ja, het is zaterdagavond, dus de langste tunnel kan nog gespot worden. Goed, we gaan door. even kijken, de ene laatste. De beroemde formule van Einstein, ESMC², die is in Zwitserland uitgevonden. Ja. Ja, goed gegokt. Ik kun je daar iets meer over vertellen, Miguel? Als ik wat meer over kan vertellen. Ja. Doe eens een sommetje. Relativiteitstheorie van Einstein. Wow. Ja. Oké. Goed, we gaan heel snel. Heel snel naar het laatste feitje. In Zwitserland mag je geen cavia als huisdier hebben. Dat is natuurlijk waar. Nee, dat is niet waar. Maar 1 cavia is wel illegaal. Want het zijn sociale dieren, dus je mag er niet eentje hebben. Echt? Ah. Ja, dus 2 en meer mag wel, maar 1 mag niet. Nee, dan ben je een overtreding. Geweldig. Dat is ook niet. Nee. Ik heb nog 1 open vraag. Nou. Ja, dat is goed. Ja, Miguel, wat is het lekkerste bier in Zwitserland? Het lekkerste bier? Ja. Met de meeste alcohol. Nou, gewoon het lekkerste.
Ja, nee, ik heb geen idee. Ik weet het niet, want ik weet eigenlijk niet welke merk je hier allemaal hebt. Maar eentje die gewoon hartstikke sterk is, waar je snel rozig van wordt, maar die zijn altijd wel lekker. Nou, we horen graag via de app, als je het onderzoek hebt gedaan, wat de uitkomst is. Ja, dan vind ik het wel een goed idee om van een lekker drankje naar een lekker snoepje te gaan. Een zuurtje eigenlijk. Sour candy, Lady Gaga.